Collega's, wat goed dat jullie er met zoveel zijn. Dit is de start van Radboud Grand Rounds. En u ziet, we hebben er een wat andere ruimte voor in gebruik genomen. We willen het op een andere manier aankleden. We willen niet klassiek in het auditorium gaan zitten of een onderwijsruimte die zich daarvoor leent. Maar we willen deze ruimte daar graag voor gebruiken, omdat het ook uitstraalt waar we mee bezig zijn. We zijn iets opnieuw aan het opbouwen, er is dynamiek, er is verandering. En dat is eigenlijk ook het onderwerp wat we willen inbrengen bij deze Grand Rounds. Dit is de eerste keer dat we het doen. De bedoeling is dat we dit maandelijks gaan opzetten. Het tijdstip zal min of meer hetzelfde zijn, maar daar krijgt u later nog berichten over. En de bedoeling is dat wij met elkaar van gedachten wisselen over een aantal onderwerpen die voor ons Radboud, voor ons allemaal van belang zijn. En dat doen we alternerend. De ene maand vragen we iemand van buiten. Zoals we vaak met elkaar hebben besproken, moeten de ramen van de organisatie wijd worden opengezet. Er gebeurt heel veel in het buitenveld en dat moeten we ons eigen maken. We moeten weten wat er in de buitenwereld leeft. En we moeten ons daarop inrichten, we moeten op anticiperen of we moeten erop vooruitlopen, we moeten erop reageren. Dus die ramen moeten wijd openstaan en tegelijkertijd moeten wij ook weten wat wij intern allemaal opzetten en kunnen. Dus de ene maand zullen wij een spreker uitnodigen van buiten en de andere maand zullen wij een spreker uitnodigen van binnen. Die ons zal bijpraten over mooie ontwikkelingen op zijn of haar afdeling binnen een wetenschappelijk gebied, binnen een onderwijsgebied of binnen een patiëntenzorggebied. En de volgende keer, zal ik alvast verklappen, zal dat professor Han Brunner zijn, die u mee zal nemen in de hele ontwikkeling op genetisch gebied. Het human genome sequencing, wat op dit moment al mogelijk is op onze campus, wat een enorme vlucht gaat nemen en een enorme invloed gaat hebben op de manier waarop wij geneeskunde zullen gaan bedrijven in de nabije toekomst. Hij zal de volgende maand de spreker zijn. Dus van harte uitgenodigd ook voor die bijeenkomst. Vandaag hebben we een bijzondere gast van buiten. We zijn zeer vereerd dat hij hier naartoe gekomen is in zijn drukke werkweek en drukke werkdag. En ik zal aan Jan Kremer overlaten hem te introduceren en ook om daarna met u te discussiëren. Jan gaat alvast staan. Hij doet er wat langer over om naar het podium te komen, want hij heeft een hernia. Maar ondanks dat is hij vandaag aanwezig. Ja, dankjewel Melvin. Nou, leuk dat jullie allemaal in zo'n grote getale gekomen zijn naar deze eerste Grand Round. En dat is ook meteen wel een hele bijzondere, want onze gast is Theo Langejan. En Theo Langejan is de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zeg maar de marktmeester van ons nieuwe zorgstelsel. En als geen ander weet hij wat er allemaal op ons af gaat komen en wat de recente veranderingen in de regelgeving rond in de zorg, in de gezondheidszorg, zal inhouden voor ons. En we kunnen ons dan met z'n allen in de vermeende veiligheid van het verleden wanen en daar onszelf in wentelen. Maar we kunnen ook kijken wat die veranderingen zijn en wat het voor ons gaat betekenen. En volgens mij gaat Theo ons vandaag daar uitdagen om de eerste stappen daarin te gaan zetten. En dat misschien wat minder vrijblijvend is dan we misschien wel met z'n allen zouden willen. Theo Langejan die is van origine bedrijfskundige en jurist, dacht ik. Hij heeft een ambtelijke carrière achter de rug bij verschillende ministeries als directeur-generaal, vaak in de financiële hoek, ook op VWS. En ik heb Theo denk ik een jaar geleden leren kennen tijdens een congres. Een uitermate plezierige avond ook gehad waarbij we veel over gezondheidszorg en organisatiezorg met elkaar hebben gesproken. En dat was voor mij meer dan reden genoeg om een half jaar geleden toen ik hem een keer tegenkwam te spreken van nou stel dat wij een Grand Round gaan organiseren Theo, wil je daar spreken? En meteen was hij erg enthousiast en vooral omdat hij normaal gesproken dit soort verhalen eigenlijk vertelt voor mede-bobo's, om het zo maar even te zeggen. Voor mensen die in dat rondreizend circus van bestuurders en toezichthouders in de zorg acteren. Maar hij vindt het heel erg leuk en dat zullen we daar dan ook wel merken om nu echt voor de mensen uit het veld een verhaal te houden over wat de veranderingen in de zorg vanuit zijn perspectief voor ons gaan betekenen. Theo, mag ik jou het woord geven voor de eerste Grand Round. Dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Theo Langejan. Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZA. En ik kwam vandaag
iets van de luiken openzetten. In uw termen ben ik vast onderdeel van de buitenwereld, in termen van anderen onderdeel van de binnenwereld. En waarom wil ik zo graag de ramen openzetten? Omdat ik zelf denk dat in de zorgsector op dit moment de urgentie nog niet sterk genoeg gevoeld wordt. Dus ik zal wat vertellen over de urgentie van de dingen die op ons afkomen. Dat geldt niet alleen voor u. Ik verwijt de politiek ook dat erg weinig urgentie bij de burger neergelegd wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is om de burger ook te betrekken bij de keuze die we moeten maken, want dat zijn ingrijpende keuzes die er aankomen. En tot slot, want daar gaat het toch allemaal om, waar ligt dan uw verantwoordelijkheid? Wat verwachten wij van u? Wat zijn de beperkingen erin? En waarom is het zo verschrikkelijk belangrijk dat u innoveert en niet anderen? Om te beginnen het urgentiebesef. En het zal u niet verbazen dat ik dat vooral financieel zal aanzetten. Ik weet niet of u regelmatig andere nieuwsbulletins volgt dan allerlei medische journals. Maar een van de opvallendste optredens van onze minister Jan Kees de Jager dit voorjaar, eind najaar, vond ik wel het optreden waarin hij zei dat hij zich nog meer zorgen maakte over de zorgsector dan over de Griekse schuldencrisis. Nou weet ik niet of hij dat vandaag aan de dag nog zou zeggen. Maar het was wel een statement. En het was een statement wat opmerkelijk onbeantwoord aan de zorgsector voorbij is gegaan. Dat verbaast me. En het zal ook zo zijn dat u niet dagelijks de miljoenennota leest. Of te maken met economische verkenningen. Maar als u dat gedaan zou hebben, dan zou u opgevallen zijn dat ongeveer de helft van de tekst in het document gewijd is aan de zorgsector. Dus buiten de zorgsector zijn er veel mensen die zich enorm zorgen maken over die zorgsector. En dat is niet zo verwonderlijk. Dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste natuurlijk de kostenexplosie. En de onhoudbaarheid van die kostenexplosie. Ik kom daar zo meteen op terug. Maar ten tweede ook een ongemakkelijk gevoel. Het ongemakkelijke gevoel, wat vooral buiten de zorgsector bestaat, is het gevoel dat het niet alleen zo is dat de zorgsector snel groeit qua kosten, maar ook, en dat is misschien nog wel erger, dat de zorgsector inherent onbeheersbaar is. Onbeheersbaar in de zin dat onduidelijk is wie er eigenlijk stuurt. Wie beslist er eigenlijk? En is het nou echt zo dat het allemaal als Gods water over Gods akker loopt? Of is daar wat aan te doen? Dat creëert een ongemakkelijk gevoel in de politiek. En dat is niet in uw voordeel, want dat soort ongemakkelijke gevoelens leiden vaak tot botte maatregelen. Het is dus vooral ook in uw en ons belang dat we zelf dat heft in handen houden en niet bij de botte maatregelen terechtkomen. Om toch even die urgentie te schetsen. Ik weet niet of u enig idee heeft wat u vandaag aan de dag aan AWBZ-premie betaalt. Ik vermoed zomaar dat u geen flauw idee heeft. Maar u bent natuurlijk allemaal professionals in de zorg, dus laten we even uitgaan van de hypothese dat u dat wel weet. Doet het eens met uw buurvrouw. Waarschijnlijk is de eerste reactie dat ze nog nooit van de AWBZ gehoord heeft. Dat klopt ook, want je kunt hem nergens zien. Dat je daaraan betaalt, is ook volstrekt onbekend. Maar als u dan vervolgens die buurvrouw, laten we zeggen dat ze een modaal inkomen verdient, vertelt dat zij 4.000 euro per jaar aan de AWBZ betaalt, dan wordt u waarschijnlijk toch wat vreemd aangekeken. Als ze dan per ongeluk ook nog een werkende partner heeft, dan is het echt feest, want die betaalt ook nog een keer 4.000 euro per jaar. En dan heb ik het nog niet over de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekeringswet. Dat is ook nog een keer 4.000 euro voor het geval ik dat niet wist. En laten we dan eens uitgaan van een modaal gezin. Twee modale werkers. Ik heb dit ooit eens een keer in een zaal met louter medisch specialisten gedaan. En tussendoor de vraag gesteld wat een modaal inkomen is. Dat was vrij hilarisch. Het was ergens rond de ton, geloof ik. Maar in werkelijkheid, ik zal het u verklappen, is een modaal inkomen 30.000 euro per jaar. Dus twee mensen die allebei 30.000 euro per jaar verdienen. 60.000 euro per jaar. Die mensen betalen nu al een kwart van hun inkomen, lees 15.000 euro, per jaar aan de zorg. En dat is een getal wat veel meer zegt
dan 70 miljard. 70 miljard is een abstractie die niemand kan begrijpen. Maar als we van een modaal inkomen al een kwart wegbrengen naar de zorg, dan roept dat twee vragen op. De eerste vraag is, kan dat eigenlijk wel zo doorgaan? Hoe ziet dat eruit als het zo doorgaat? En de tweede vraag is, wat krijgen we daarvoor terug? Krijgen we daar eigenlijk wel genoeg voor terug? Nou, de eerste vraag is beantwoord door het Centraal Planbureau. Als het zo doorgaat, en dat was nog in de optimistische tijd dat het planbureau nog economische groei veronderstelde, moet je erop rekenen dat we ongeveer uitkomen op 40% van het modaal inkomen wat we aan de zorg moeten gaan betalen. Dat zal niet gebeuren. Waarom niet? Omdat 40% voor de zorg, plus 20% voor het pensioen, plus nog een paar procent om te wonen, niet veel meer over had om te eten. En dat gaat dus niet gebeuren. De vraag is dan, wat kunnen we daaraan doen? Waar ligt de ruimte om daarin te sturen en wat voor soort keuze moet je daar eigenlijk in maken? De keuze die het kabinet gemaakt heeft in het regeerakkoord is, om het simpel te zeggen, inzetten op een radicaal nieuw stelsel. Een radicaal nieuw stelsel met als expliciete bedoeling de efficiëntie te verhogen. En nou wil het wel eens gebeuren dat in bijeenkomsten als deze het spreken over geld niet helemaal gewaardeerd wordt. Dus daarom ga ik er nog even mee door. Er is niets mis mee om als doelstelling voor het stelsel te formuleren dat de expliciete bedoeling van het stelsel is om efficiëntie te bevorderen. En iedereen die iets gelezen heeft van de economische Schoenpeter weet wat dat betekent. Dat betekent niet alleen dat we moeten innoveren, maar ook dat het oude moet verdwijnen. Kortom, zijn we in staat om creatieve destructie, om zijn woorden te gebruiken, ook daadwerkelijk door te voeren? Of zijn we allemaal lid van de coalitie tot bescherming van het bestaande? De tijd zal het leren, maar aan ons de taak om in ieder geval de incentives zodanig te zetten dat het ook kan gebeuren. In 2006 is daarvoor een nieuw stelsel ingevoerd. Dan zult u zeggen van, nou, ik heb er nog weinig van gezien. Dat klopt, want het vervelende is dat eigenlijk pas in 2012 het stelsel gaat werken zoals het bedoeld was te werken. En waar zit hem dat nou in? Dat zit hem in de cruciale rol van de verzekeraar. In dat stelsel is eigenlijk een rol die tot voor kort bij de overheid lag, bij de verzekeraar neergelegd. Namelijk onderhandelen over prijzen, maar niet alleen over prijzen, ook over capaciteiten, over planning, over volumina, over de vorm van de contracten. Daar kom ik zo op terug, over de innovatie. Maar daar ligt een heel belangrijke rol en dus is het heel belangrijk dat die verzekeraar ook de juiste prikkels ondervindt. En pas vanaf dit jaar is het zo dat de verzekeraar ook een risico draagt. Dat komt door het afschaffen van de ex-post nacalculatie, daar zal ik het verder niet over hebben. Maar u ziet het meteen terug in het gedrag van verzekeraars. De wijze van contractering is voor 2012 totaal anders dan voor de jaren daarvoor. En dat heeft alles te maken met het risico wat verzekeraars dragen. En dus zie je ook nu, eigenlijk raar dat dat in 2006 niet al zo was, zie je ook nu de vraag opkomen, wat is eigenlijk de legitimiteit van die verzekeraar? Waarom is die verzekeraar eigenlijk degene die dat mag beslissen? Dat was toch vroeger de overheid? Dat klopt. En toch hebben we die rol nu bij de verzekeraar neergelegd. Misschien ook wel omdat we als overheid helemaal niet zo goed in staat zijn om dat soort scherpe keuze te maken. Maar wel het idee hadden dat er echt iets moet veranderen. En als overheid hebben we daar, nou ik denk, ik heb zelf ooit bij het ministerie, Jan memoreerde dat al, het ministerie van Volksgezondheid gewerkt. Dat was lang geleden, dat was in de tijd van de plan Simons voor de oudjes onder ons. Eigenlijk is de discussie vanaf toen tot nu steeds dezelfde geweest. Dus het is ons toch gauw gelukt om bijna 30 jaar rondom dezelfde thema's heen te blijven babbelen. En dat heeft niet veel geholpen. Nu komt het erop aan iets te veranderen. Of zoals Karl Marx zegt, die filosofen hebben die Welt nur verschieden interpretiert. Es komt aber darauf an, sie zu verändern.
En dat is precies waar we nu voor staan. En die urgentie wordt alleen maar groter. Ik weet niet of u enige voorstelling maakt bij de macro-economische verkenningen die volgend jaar uit zullen komen, maar die zijn echt niet vrolijk, kan ik u verklappen. En die zullen laten zien dat de crisis die we 3 jaar geleden meemaakten zich in verhevigde mate opnieuw zal voordoen. Dan zult u misschien denken, ach, die bankencrisis in 2008, ik heb er in mijn ziekenhuis helemaal niks van gemerkt. Dat klopt. Uw omzet was veilig, uw omzet is gewoon keurig doorgegroeid, uw klanten kwamen gewoon. Sterker nog, uw klanten konden allemaal betalen. Hoe kan dat toch? Dat kwam maar door 1 reden, namelijk doordat de overheid al die zaken betaald heeft. Dat betekende wel dat we voor 140 miljard in die periode de staatsschuld opgevoerd hebben. Met 20 procentpunten BBP. Daar is een grens aan. En ik weet niet hoeveel mensen van u zich realiseren dat op dit moment het financieringstekort in Nederland hoger is dan in Italië. Als je dan bedenkt dat de schuld, die in Italië nog wat hoger is, ook snel groeit, dan kun je ongeveer zelf wel bedenken in wat voor situatie we uit gaan komen. En daar willen wij niet komen. Dan weer even terug naar die miljoenennota. Niet voor niets zoveel kolommen over de zorg. A, is het het grootste domein van de publieke sector. En B, hebben we met z'n allen het gevoel of de angst dat het inherent onbeheersbaar is. En vooral dat laatste is gevaarlijk. Nu kun je daar op 2 manieren iets aan doen. De klassieke aanpak, en als ik nou onbeleefd ben, is dat de aanpak van het Partij van de Arbeidplan, wat u net onlangs weer in de krant heeft kunnen zien, is kiezen voor budgettaire veiligheid. Budgettaire veiligheid in de klassieke vorm, budgetteren van bovenaf, overal een dekseltje opzetten en op is op. Dat kan. Op die manier creëer je maximale zekerheid over het budget. Het grote nadeel daarvan is dat je ook een maximale stop op innovatie creëert. Terwijl we op de lange termijn maar op 1 manier hier uit kunnen komen. En dat is niet het budgetteren, maar wel het opvoeren van de productiviteit. En het opvoeren van productiviteit, het innoveren, is veel en veel moeilijker dan het budgetteren. En daar komt een tweede waarneming bij. Innovatie komt niet uit een potje. Wat bedoel ik daarmee? U bent degene die kunt innoveren. U heeft verstand van wat u doet. U bedenkt hoe het beter kan. Ik geloof niet in de staatscommissie innovatie. Met een beetje pech zult u types zoals ik daarin terechtkomen en dan weet je wel 1 ding zeker. Ik heb er in ieder geval geen verstand van. Dus verwacht van mij geen medische procesinnovatie. Die zal echt van onderop moeten komen. Maar dat betekent wel dat we het systeem zo in elkaar moeten zetten dat degenen die dat dan doen, daarvoor ook beloond worden. En liefst dat het dan gaat om innovaties die ook nog een maatschappelijk nut hebben. En als we dan eens kijken naar de pogingen die gewaagd worden om het ontembare beest van de zorg te temmen, dan liggen daar nu 2 convenanten. U kent ze allemaal wel, alle bobo's verzamelen, grote zaal, gouden vulpen, handtekeningen. En jawel, daar is weer een document getekend door de NVZ, de NFU, de Orde van Medisch Specialisten en zo waar ook nog de minister. En dan hebben we er 1 over de honoraria medisch specialisten en 1 over de budgetten van de ziekenhuizen. Ik ga nou niet in op de vraag waarom het allemaal weer apart moet. Dan staan we hier vanavond laat nog. Maar het is op zich wel een fenomeen, zo'n bestuurlijke bezweringsdans. Allemaal bijeen om de tekst. En als je zo'n document pakt, dan bekruipt mij in ieder geval een gevoel, zoals Martinus Nijhoff dat wel eens veel mooier beschreven heeft dan ik. En ik kan het niet nalaten om uit het gedicht Aanwater een klein stukje voor te lezen. Men zit als in een tempel aan een tafel. Men schrijft Arabisch schrift met Italiaans. In cijfers dwarrelend als as omlaag reizen kolommen van orakeltaal. Het wordt stil. Het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter waait dun ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert gekke praat. Lees maar, er staat niet wat er staat. Nou, die laatste strofe kent u allemaal.
Maar laten we eens kijken naar die twee convenanten. Zijn dat nou convenanten geschreven door belanghebbenden met als ultiem doel het bestaande te beschermen? Of zijn dat nou convenanten die het daadwerkelijk mogelijk maken te innoveren? Ik heb daar eerder mijn twijfels over uitgesproken. Dat is me door Roelf de Boer erg kwalijk genomen. Vanuit de NFU niet overigens, blijkbaar. Maar ik denk dat het twee kanten op kan gaan. En dat is het moeilijke van dit soort convenanten. En om te zien of het echt werkt, geloof ik zelf sterk dat we echt creatieve destructie moeten bedrijven. Pas als er capaciteit afgebouwd wordt en vervangen wordt door innoverende nieuwe capaciteit, dan geloof ik dat het convenant werkt. De vraag is dan wel of de verschillende actoren die we daarvoor neergezet hebben, of die dat ook kunnen. Pakken ze die rol op? Kunnen wij als NZA er iets aan doen om dat te verbeteren? En de belangrijkste rol ligt dan toch weer bij de verzekeraar. Is de verzekeraar daadwerkelijk voldoende geprikkeld om selectief in te kopen? Doet hij dat ook op basis van kwaliteit of alleen op prijs? En als hij alleen op prijs zou inkopen, waarom is dat dan eigenlijk zo? En ik denk dat we op dit moment daar niet veel illusies over hoeven te hebben. Aan het eind van het jaar kiezen consumenten maar op één ding en dat is prijs. Liefst collectief. Stel dat je een situatie zou willen bereiken dat consumenten ook gaan kiezen op basis van kwaliteit. Dan zul je dus moeten beginnen met transparant te zijn over die kwaliteit. En hebben wij nou als zorgsector in Nederland de hoofdprijs verdiend de afgelopen 10 jaar in het transparant maken van kwaliteitsinformatie? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Kijk naar het drama van CISO. Toch een verzameling mensen die altijd heel goed uit kunnen leggen waarom de indicator die de ander voorstelt niet de goede is. En aan het eind van het jaar is er nog steeds geen indicator. Ik ben dus blij dat CZ een steen in de vijver heeft gegooid. Was dat de goede steen? Dat weet ik niet. Maar het was wel een steen in de vijver. En die is nodig, want als we naar een situatie willen, en ik vind dat we dat moeten willen, waarbij consumenten informatie hebben over kwaliteit en dus ook verzekeraars pressen om met u te contracteren op het punt van kwaliteit, dan zullen we daar transparant over moeten zijn. Maar tegelijkertijd, en dat is dan een rol die bij de NZA ook ligt, zullen we moeten zorgen dat innovaties die van onderop komen ook sneller doorgevoerd kunnen worden. Waarom moeten we u vermoeien met de verplichting om een prestatiebeschrijving bij ons te bestellen? Een prestatiebeschrijving was logisch in een tijd van vaste prijzen. Op het moment dat de overheid een vaste prijs vaststelt, moet ook duidelijk zijn waar die prijs voor staat. Maar op het moment, en daar zijn we nu, dat we een B-segment hebben van 70%, bestaan die vaste prijzen niet. Er is dus ook niet zo'n grote noodzaak om met een vaste set prestatiebeschrijvingen te werken. Sterker nog, er is alle reden om een open systeem te maken. Dat maakt namelijk dat innovaties die u bedenkt morgen ingevoerd kunnen worden. Alleen, er dient wel een countervailing power te zijn. En dat kan dus niemand anders zijn dan de verzekeraar. Kortom, van onze kant kunt u verwachten dat wij gaan komen met de mogelijkheid van een facultatieve prestatie, ook in de ziekenhuizen, die het mogelijk maken dat u dus alles bekostigd kunt krijgen wat u zelf bedenkt, mits u een verzekeraar vindt die daarvoor wil betalen. En in dat laatste zit hem natuurlijk precies de kneep. Het gaat niet om innovatie om te innoveren. En zoals net ook al gezegd werd, innovatie is niet vrijblijvend. Gelet op de grote druk die op de sector staat, is het natuurlijk voor een verzekeraar interessanter om innovaties te vinden die processen goedkoper, beter, sneller maken dan innovaties die processen misschien mooier, maar ook duurder maken. En dat is geen toeval, want wij zullen er altijd voor zorgen dat de prikkels voor die verzekeraar ook zo staan, dat hij dat belangrijk vindt. En de druk op de koopkracht van de consument is groot genoeg.
om de consument ook daadwerkelijk op prijs te laten blijven kiezen. Dat neemt niet weg dat in de regelzin de ruimte voor innovaties en de uitdaging aan u dus ook veel groter is dan in het verleden, maar niet in onbeperkte vrijheid. En het heeft ook geen zin meer om met een mooie innovatie aan te kloppen bij de staatscommissie gevuld met gewichtige lieden, die een budget verdeelt voor leuke innovaties, waarvan we dan meestal na 2 jaar met de handen in het haar zitten, want dan weten we niet meer hoe het verder moet met de financiering. Nee, het gaat om innovaties die ook voor de verzekeraar op de lange termijn aantrekkelijk zijn. En dat betekent dat ook van die verzekeraar verwacht mag worden dat hij in zijn contractering ook nieuwe wegen inslaat. En dus ja, ook gaat voor meerjarige afspraken, ook gaat voor andere afspraken dan alleen maar P-Q afspraken. En afspraken maakt over kwaliteiten en ook over bijvoorbeeld degressieve tarieven, maar ook over de verdeling van de winst van innovatie. Vroeger moest dat allemaal neergelegd worden in overheidsregulering. Dat hoeft allemaal niet meer. Het kan allemaal vandaag al. Maar er gebeurt nog niet zo heel veel op dat punt. Dat is jammer, maar aan de andere kant is het ook nog maar 1,5 maand oud, het systeem. De contractering loopt nog. Het is voor iedereen onbekend. En ik verwacht zelf dat als je over 5 jaar terugkijkt, geen mens meer kan begrijpen waarom we ooit een eenheidsworst in de contractering hadden. Want over 5 jaar zul je constateren dat het heel erg divers geworden is. En dat is goed. Maar voor u betekent dat ook iets. Het betekent wel dat het speelveld rondom innovaties drastisch veranderd is. De vrijblijvendheid, of laat ik het anders zeggen, het bestrijden van de vrijblijvendheid, is een rol die nu daadwerkelijk neergelegd is bij de verzekeraar. En wat ik in de praktijk zie, is dat dat voor iedereen wennen is. Het is wennen voor de verzekeraar, laten we eerlijk zijn, die beschikt nog niet altijd over de kwaliteit en capaciteit om dat ook daadwerkelijk in te kunnen kopen. Maar daar wordt in geïnvesteerd, zie ik, om mij heen gebeuren aan het aantal mensen wat afreist naar een nieuwe baan bij een verzekeraar. Maar het is ook nieuw voor u, want het betekent wel dat u de innovatie ook zult moeten kunnen verpakken in termen van een business case. Hij moet interessant zijn voor de verzekeraar, anders gaat het niet door. En dat laatste leidt soms tot hilarische discussies, vind ik zelf. Onlangs op een spreekbeurt als deze zei iemand, ja, maar wij hebben een hele goede innovatie bedacht. Ik zei, nou, dat is heel fijn. Moet u een verzekeraar vinden die het wil kopen? Ja, we zijn bij meerdere verzekeraars geweest en die willen het niet kopen. Ik zei, ja, dan is het dan jammer. Nee, zei die meneer, dan moet u als marktmeester die verzekeraar opdracht geven om die innovatie te kopen. Ik vind dat hilarisch, maar het is wel te begrijpen. Want laten we eerlijk zijn, dat was wel de gewoonte in de afgelopen 30 jaar. Het ging er niet om of de business case van de innovatie klopte, maar het ging er wel om of u erin zou slagen om met inhoudelijke argumenten de staatscommissie van gewichtige lieden te overtuigen. En meestal na lang zeuren lukte dat wel. Die wereld is veranderd. En in mijn opvatting is dat ook maar goed, want dat creëert daadwerkelijk de kans dat er veel meer ruimte is voor innovatie van onderop. En dat is de enige plek waar innovatie gemaakt kan worden. Maar dat betekent ook, en ook voor het Radboud betekent dat, dat je wel zelf moet kiezen waar je dat zoekt. Je kunt niet overal in excelleren. Dus je moet je eigen excellentie zoeken en je moet ook klanten daarvoor zoeken. Ook dat is nieuw en die klanten kunnen alleen de verzekeraars zijn. Is het dan zo dat we met die innovaties de zorg beheersbaar en betaalbaar maken? Ik denk dat die vraag op zich niet helemaal de goede vraag is. We moeten sowieso innoveren. We moeten sowieso productiviteitswinst boeken. En we hebben de dure plicht om het systeem zo te organiseren dat dat ook gebeurt. Of dat dan voldoende is, dat zullen we wel zien. Dat hangt van veel meer factoren af.
Als u kijkt naar in al die sommetjes dat de noemer bestaat uit het nationaal inkomen, dan kunt u zich voorstellen dat die wereld een stuk dramatischer wordt als dat daalt in plaats van wanneer dat stijgt. En toevallig zitten we nu wel in de situatie dat het daalt. Daar helpt geen innovatie in de zorg aan. Dat leidt tot andere keuzen. En dan kom ik bij het tweede deel van waar ik me zorgen over maak. Wat vertellen we eigenlijk aan de burger? En dat is dan primair een taak voor de politiek. En daar zien we toch nog veel bij alle partijen de wens om de burger voor te houden dat alles kan. En ook liefst dat het allemaal kan en niks kost. Kijk naar het debat over eigen bijdrage. We staan in OESO-statistieken, schieten we als Nederlander altijd op twee punten enorm uit. Het ene punt is het bedrag wat we uitgeven aan langdurige zorg, laten we het de AWBZ noemen. Daar zijn we echt wereldkampioen in. En aan de andere kant zijn we ook wereldkampioen in het niet heffen van eigen bijdrage. Dat is mooi, maar tegelijkertijd creëert dat ook de illusie dat al het mooie werk wat u doet gratis is. En in culturele zin kun je je afvragen of dat zo verstandig is, want alles wat gratis is, is ook waardeloos. En dat leidt soms tot bizarre afwegingen die mensen zelf maken. 5 euro voor een pakje sigaretten is heel bespreekbaar, maar 5 euro eigen bijdrage voor een behandeling in het Radboud schijnt buitengewoon onbespreekbaar te zijn. Dat creëert een illusie die gevaarlijk is. En als voorbeeld wil ik u daarbij meenemen naar het voorbeeld van de pensioensector. Enige jaren geleden waren de bestuurders in de pensioensector er een meester in om opiniepeilingen te laten houden. En daar kwam natuurlijk stevast uit dat de mensen heel tevreden waren over het bestuur van hun pensioenfonds. Het grootste vertrouwen hadden in het bestuur van hun pensioenfonds. Ja, geen wonder, want we kregen allemaal van die prachtige Zwitserleven-fondertjes thuisgestuurd elke maand, ongevraagd. En de mensen hadden weinig vertrouwen in de overheid en dus ook weinig vertrouwen in de AOW. In dat beeld koesterden de bestuurders van de pensioensector zich natuurlijk graag, totdat de bom barstte. En nu is lijden in last. Want we hebben de mensen nooit verteld dat er natuurlijk een risico zit aan pensioenen. En we hebben de mensen ook nooit verteld dat zij zelf de enige zijn uiteindelijk die dat risico dragen. En nu is de situatie natuurlijk totaal omgekeerd. Het vertrouwen in pensioenfondsen is nul. En iedereen kijkt naar Quatta, leest de overheid, red ons. Een enorme vertrouwenscrisis tussen de verzekerde burger en de bestuurder van het pensioenfonds. Dat moeten we in de zorg voorkomen. En hoe langer we doorgaan met de burger wijs te maken dat alles kan en dat het allemaal niets kost, hoe groter de kans dat we in zo'nzelfde bestuurscrisis terechtkomen. Want natuurlijk kan het niet allemaal. En natuurlijk blijft het niet allemaal gratis. En hoe minder succesvol de innovaties zijn, hoe meer de noodzaak zal ontstaan om botte maatregelen te nemen. En die kent u allemaal. Botte maatregelen bestaan gewoon uit pakketverkleiningen, eigen bijdragen, andere verdelingen in de maatschappij. En ook dat zijn zaken die we graag willen voorkomen met innovatie. Wat wij eraan doen, ik heb het gezegd al, is zoveel mogelijk de prikkels goed zetten, maar ook de beperkingen. Voor die beperkingen hebben we de verzekeraar ingehuurd. Die zal ongetwijfeld buitengewoon onredelijk, ongeïnformeerd en ongeïnteresseerd zijn bij tijd en wijlen. Maar het is wel een rol die vervuld moet worden. En de ruimte om te innoveren is aanzienlijk veel groter dan die de afgelopen jaren ooit geweest is. Maar het is aan u of u die ruimte oppakt. Dank u wel. Nou, Theo, veel dank voor jouw prikkelend verhaal. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn uit de zaal. Dat is een minuut of 10 gelegenheid voor wat vragen. Mijn vraag gaat over de rol van de ziektekostenverzekeraars. We hebben inmiddels begrepen dat ziektekostenverzekeraars en misschien ook pensioenfondsen in de toekomst ook in ziekenhuizen kunnen gaan investeren, omdat die ziekenhuizen ook bedrijven gaan worden en die eventueel winst kunnen maken. Dan ontstaat er wel eens een soort dubbele rol voor de ziektekostenverzekeraars, omdat ze dan niet alleen in innovatie investeren, maar misschien ook in andere dingen. Hoe ziet u dat?
Ja. Om te beginnen vind ik zelf de discussie over winst en winstaftracht nogal verwonderlijk. Volgens mij bestaat de zorgsector al 30 jaar uit winstbeogende instellingen. Of het nou huisartsen, medisch specialisten of apothekers zijn. De enige die een verbod op winstaftracht had, was de beheerder van het gebouw wat we ziekenhuis noemen. Tweede opmerking daarbij. Het is absoluut niet moeilijk om een stichting die geen winst af mag dragen helemaal leeg te trekken als investeerder. Dat kan je allemaal doen zonder het winst te noemen. Dus ook in die zin is het een beetje een wassen neus, dat winstverbod. Maar wat erachter zit, en dat is ook uw vraag, van nou, laten we nou zeggen dat we die kop in het zand eruit halen en ook investeringen in ziekenhuizen toestaan en dus ook winstafdrachten. En laten we nou eens veronderstellen dat een ziektekostenverzekeraar investeert in een ziekenhuis. Krijgt hij dan niet een dubbele pet op? Het antwoord is ja. Maar de vraag is hoe erg dat is. U weet vast dat de huidige minister, mevrouw Schippers, vindt dat heel erg. Dus die komt zelfs met een wetsvoorstel om verticale integratie, zoals dat heet, te verbieden. Als NZA zijn we daar niet zo huiverig voor. Waarom niet? Omdat je soms ook dit soort allianties tussen een verzekeraar en een aanbieder, of het nou een ziekenhuis is of een andere aanbieder, langjarig nodig hebt om bepaalde innovaties ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Pas op het moment dat de keuze voor de individuele consument verdwijnt, wordt zo'n verticale integratie gevaarlijk. Maar er zijn nu ook genoeg sectoren te bedenken waar een verzekeraar bijvoorbeeld onvoldoende aanbod kan vinden om überhaupt zijn zorgplicht in te vullen. Denkt u bijvoorbeeld aan huisartsen in Oost-Groningen of zo. Dan staat die verzekeraar wel voor de positie van ja, er zijn geen huisartsen om te contacteren. Waarom zou ik dan niet zelf een eerste lijns gezondheidscentrum op kunnen richten? Want dat is op dat moment wel de enige manier om dat voor elkaar te krijgen. En is het juist een manier om de keuzevrijheid voor de consument te vergroten. Dus als zodanig vind ik verticale integratie niet zo'n probleem. Maar het klopt, dan krijgt die verzekeraar twee petten op. En op de lange duur, als de keuzevrijheid voor de consument daardoor ook beperkt wordt, dan kan dat nadelige gevolgen hebben. Dat klopt. Oké. Katen, vraag? Ja, het gaat ook even in aansluiting op de vraag over de winstuitkering. Hoe denkt de NZA over het uitsluiten van academische ziekenhuizen van de mogelijkheid tot winstuitkering? Want ik heb de minister dat ergens horen zeggen en een aantal verzekeraars ook. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, dat heeft te maken met de eigendomstructuur. Als ik me niet vergis, werken we met het axioma dat de meeste ziekenhuizen in Nederland privaat zijn. Eigendom van een stichting of een kerk of whatever. Behalve de academische ziekenhuizen, die net zo goed als de universiteit zelf eigendom zijn van de staat. En om allerlei ingewikkelde redenen van vroeger hebben we daar dan weer twee uitzonderingen op. Dat zijn geloof ik de katholieken en de gereformeerden. Maar daar hebben we dan weer een wet omheen gebouwd om te doen alsof het toch van de staat is. Maar daar zitten we natuurlijk te kneep. De eigendom is anders. Maar dan ontstaat er ook wel iets van een ongelijk speelveld. En daar is de NZA toch ook voor om level playing field te bewaken? Nou, misschien kunnen we dat uitruilen tegen de academische component. Ik dacht al, wanneer komt die? André? Ja. André Wolf, ik ben een van de anesthesiologen hier in huis. Als eerste dank voor uw mooie betoog en hij is me uit het hart gegrepen. En om met laatste te beginnen, keuzes maken, dat is ook een hele belangrijke. En ik denk daar, dat er heel veel laaghangend fruit is. Alleen daar is ook heel veel durf voor nodig. Maar ik ga eigenlijk liever naar een ander gedeelte nog. En dat is het heeft te maken met innoveren. Want ik denk dat het ook terecht is dat we heel erg moeten innoveren met z'n allen. Alleen, we kunnen een heleboel kleinere innovaties doen met hopelijk grote effecten. Maar dat is maar de vraag. En we weten ook dat er een systeem is die gewoon eigenlijk failliet is. En die is gebaseerd op tradities.
En mijn vraag is ook of we in ons land zo bereid zijn om zo ver te gaan, dat we echt aan de wortels daarvan gaan hakken en knagen. En dat we de lijn van zeg maar, traditionele gildensysteem, vakgroepsysteem en daarmee lopende financiering ook helemaal om weten te buigen in alle facetten. Want daar zie ik eigenlijk nog de grootste winst, want ik zie namelijk ook dat dit systeem veel barrières heeft, waardoor we nooit die 100% doelmatigheid bereiken, waardoor we nooit die 100% veiligheid bereiken. En dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ik denk dat u gelijk heeft. Hoe was het ook weer? Het betere is de vijand van het goede ook. Hè? Natuurlijk is het zo dat we ook nog betere modellen kunnen bedenken dan het model wat we nu invoeren. Er zitten nog steeds heel belangrijke inherente nadelen aan. We financieren nog steeds verrichtingen. In heel veel contracten ook met lineaire prijzen. Dus het is nog steeds heel aantrekkelijk om zoveel mogelijk te knutselen. Financieel gezien. En het is niet moeilijk te begrijpen dat je beter toe zou kunnen naar een systeem waarbij je financiert op basis van gezondheidswinst. Als je de gezondheidstoestand van de patiënt bij binnenkomst zou kunnen meten en bij vertrek, dan zou je ook gezondheidswinst kunnen belonen als verzekeraar, onafhankelijk van de vraag hoe die gezondheidswinst geboekt wordt. Kan zelfs ook zijn door niets te doen. Lage rugpijn is daar geloof ik een voorbeeld van. Zat je op te wachten, hè? Ja, dat is ook fijn in de zorgsector. Dat soort onderzoeken gaan altijd over dezelfde dingen, heb ik inmiddels na 2 jaar geleerd. Lage rugpijn en die dingen in je keel die eruit geknipt worden. Dat, ja, precies. Maar daar zit natuurlijk in het huidige financieringssysteem nog een groot nadeel. Dat die toch nog steeds productie beloont en niet gezondheidswinst. En dus ook op een aantal manieren de maximale doelmatigheid nog steeds niet nastreeft. Dat klopt. Maar ik denk ook dat je oog moet hebben voor het feit dat je natuurlijk niet elk jaar opnieuw grote stappen in het systeem kan maken. Er hangen ook grote belangen en instituten aan vast die linksom of rechtsom ook een plekje onder de zon moeten houden. Dus je moet dat geleidelijk doen, maar ik ben het met u eens dat het beter kan. Andere vragen nog? Even rol, Theo, of de vraag over de rol van de patiënt in deze. Je hebt al gezegd dat de patiënt vooral dat zou moeten merken financieel gezien. Maar denk je dat er ook nog andere rollen zijn voor patiënten om deze innovatie die broodnodig is, om die te versnellen? En wat gaat de NZA daaraan doen? Nou ja, de patiënt is natuurlijk een... Wij hebben het altijd over de consument, omdat hij 2 verschillende koppen heeft. Die heeft de kop van de patiënt, maar dat geldt niet voor alle 16 miljoen Nederlanders. Maar hij heeft ook de kop van een poliskoper. Het belangrijkste nadeel vind ik op dit moment dat we onvoldoende informatie hebben voor de consument als die zijn polis koopt. Dat betekent dat die consument dus ook na het kopen van een polis, laten we zeggen de goedkoopste, op het moment dat hij ziek wordt, nog steeds kan doen alsof hij dat niet wist, dat hij dan maar een beperkte keuze heeft. Nee, dat had hij moeten weten. Daar heeft hij zelf voor gekozen. In die zin moeten we mensen ook meer verantwoordelijk maken voor de keuze die ze zelf maken. Maar we moeten ze ook wel in staat stellen om die keuze te maken. En dan kom ik bij kwaliteitsinformatie. Ik ben ervan overtuigd op het moment dat je transparante kwaliteitsinformatie hebt, en dat we dat allemaal in de consumentengids kunnen lezen, dat heel veel mensen heel goed in staat zijn om zelf hun eigen preferenties te kiezen en daar ook op te gaan selecteren bij de verzekeraar. En op het moment dat de verzekeraar die druk voelt, zal die dat ook aan u overbrengen. Dus vooral als kiezer heeft de patiënt een rol. Ja. Andere vragen? Ja, Frans Pieters, nucleaire geneeskunde. De aandacht ligt erg op de innovatie, een belangrijke manier om je kosten te beheersen. Tegelijkertijd wekt er bij mij in ieder geval de indruk dat er erg veel nadruk ligt op innoveren om efficiëntie winst te boeken. Daarnaast is er natuurlijk heel veel noodzaak ook om te innoveren in de zin dat onbehandelbare aandoeningen behandeld worden, kunnen worden in de toekomst. Hoeveel ruimte blijft er op deze manier om daar nog aandacht aan te besteden? Ja, eigenlijk is het enige goede antwoord, hoe succesvoller dat eerste is, hoe meer ruimte er is voor het tweede. Kijk, ik ga ervan uit dat we niet al te lang mee door kunnen gaan met een groeipad van 7% per jaar.
Zeker niet bij een dalend nationaal inkomen. Dus het is toch een beetje een lengte- of breedte verhaal. En hoe meer het lukt om, zeg maar, in de reguliere processen die winst te boeken, hoe meer ruimte er ontstaat, want dat tweede is eigenlijk een uitbreiding natuurlijk van het pakket, om die uitbreidingen te realiseren. Oké, nou dan dank ik Theo Langejan van harte voor de inspirerende bijdrage aan deze eerste Grand Round. En ik bedank u allen voor uw aanwezigheid bij deze happening. Er is nog een gelegenheid om een drankje te drinken, met elkaar nog te spreken en de discussie misschien nog verder te voeren. En ik nodig u allemaal uit voor de volgende vierde maandag van de maand om dan te komen luisteren naar de tweede Grand Round door Han Brunner verzorgd dat keer. Dank u wel. Dank u wel.